als je naar de hoeveelheid werk kijkt, heb ik altijd veel werk gehad. Ook in de tijd dat het, zeg maar, de crisis kwam en de banken ophielden en de evenementen er niet meer waren. En waar ik ook veel in speelde en de theaters last hadden met budgetten. Zodat die theatershows ook niet meer waren die ik jarenlang gedaan had daarvoor. Ja, toch altijd weer nieuwe mogelijkheden gezien. En ook zelf gecreëerd. Ja, eigenlijk wel initiatieven altijd genomen. En gekeken naar dingen en dingen geprobeerd. En ja, tot op de dag van vandaag werkt het niet anders dan dat. En als ik stil ga zitten thuis, dan gaat de telefoon af en toe. Maar dan mis ik 70% van mijn agenda. Bellen, mailen, ideeën bedenken, mensen benaderen. Festivaldirecteur X, joh, hoe gaat het? En leuk. En ik zou graag, ik heb een leuk projectje. Of ik heb, wat ik je net zei met Francesca, een fantastische pianist. Is dat niet een keer wat? Nou, enzovoort. En zo gaat het maar door. Je kan dat. Ja, dat heeft altijd wel een beetje in me gezeten, moet ik zeggen. Ik ben ook blij dat ik dat wel in me heb zitten. Want het is een ongelooflijk belangrijk onderdeel van de huidige muziekindustrie, zoals het nu in elkaar zit.